jullie daar zitten. Goedemorgen allemaal. Welkom hier in de Proximus Lounge. Ik heet jullie van harte welkom in deze locatie die de achtergrond vormt voor ons event. Co-sourcing van medewerkers van experiment tot mainstream. En we waren heel blij om in de afgelopen weken te merken dat er zoveel interesse is voor deze topic. We zien dat niet alleen aan de aanwezigheid hier in de zaal. En er zijn blijkbaar nog wel wat fileproblemen, dus er komen nog wel wat mensen achter. Maar er zijn ook een 100-tal mensen die dit event via webinar volgen. Als alles goed gaat, want dat is altijd mijn grootste stress, van gaat dat technisch gedeelte goed gaan. Dus ik wil die mensen ook via deze weg van harte welkom heten op dit event. Est-ce que notre initiative de co-sourcing a vraiment le potentiel d'être une solution durable pour les carrières prolongées? Et est-ce une expérience en voie de généralisation? Ça, c'est la question qu'on s'était posée. Et on pensait qu'après 2 années d'expérimentation, le temps était venu de vraiment évaluer cette initiative. We doen dat niet alleen. We hebben een heel panel van mensen hier rond de tafel. Maar ik ga die niet zelf aan u voorstellen. Frederik Debors gaat dat doen. En Frederik gaat ook het komende uurtje in goede banen leiden. Dus Frederik is journalist bij VRT en RTBF. Vooral RTBF, ja. Ja. Maar hij is perfect tweetalig, dus wat ons toelaat om dit event in de 2 talen, de 2 landstalen te houden. Chacun dans sa propre langue, comme on dit. Voilà, Frederik, welkom. Oké, ik kan bij u. Inge, ja, sorry voor het accent. De Franstaligen hebben het moeilijk om geen accent te hebben in het Nederlands. Ook al heb ik rechten in Leuven gestudeerd. C'est difficile de pas avoir d'accent, qu'on est un pauvre francophone. Les néerlandophones ont tellement plus de facilité pour les langues étrangères qu'on voit les jeunes belges francophones comme ils parlent anglais et puis les flamands. Parfois on pleure un peu. Oké, we zijn hier niet om over taalproblemen te spreken. In eerste instantie stel ik jullie voor aan Annette Beum. Annette, kom hier op het podium. Annette heeft een indrukwekkende loopbaan binnen de HR. Afdelingen van grote organisaties, zoals Oracle, Agfa, SD-Works, is het zo? Proximus ja, ook? Ja. En u bent momenteel werkzaam als Senior General Manager Corporate HR bij KBC. Ja, dat is correct. Zij was binnen KBC reeds actief bezig met loopbaanplannen door het Minervan-plan dat u kent misschien, en u kent dat heel goed, zeker. Dat is een peu l'ancêtre de Experience at Work. C'est un peu ce qui est venu avant Experience at Work. On en parlera dans un instant pour voir comment ça a évolué. En u bent nu voorzitter van de raad van bestuur van Experience at Work. Vous êtes donc une des patronnes, une des bosses de Experience at Work. Voilà. Merci. Vous pouvez prendre place, voilà, à la place ici par exemple, à côté de moi. Ce sera parfait. Guido de Grefto is medeoprichter van Hazel Atwood, een consultancykantoor in Mechelen gelegen. Kom bij mij. Guido, u hebt het intergenerationeel dagelijks in de praktijk gebracht door senior consultants te koppelen aan junior consultants. En u bent een van de motor van, achter de creatie van Experience at Work. Vous êtes vraiment un des moteurs de la création de Experience at Work. C'est votre idée. We hebben de mensen samengebracht. Voilà, on en parle. On en parle dans un instant. Vous pouvez prendre place à la table. Zitmar Inge Janssens, c'est la directrice. Vous l'avez entendu il y a un instant. Inge, vous êtes là. Vous avez eu plusieurs fonctions déjà dans la section HR de Proximus. Et maintenant, vous êtes l'heureuse directrice de ce beau phénomène, de cette belle organisation Experience at Work. Ça se passe bien? Vous êtes contente? Tout à fait. Ah, voilà. Et votre français était très bien au passage, hein. Franchement, vous étiez un peu stressée. Geen probleem. Naast het haar verwelkomen we professor Dr. Hans De Vos en David Stuur van de Antwerp Management School. Jullie zijn daar, beste vrienden. Kom hier op het podium. Hans heeft een academische loopbaan achter de rug bij Vlerik en AMS. Klopt het? Dat klopt. En heeft recent samen met David, hier David Stuur, een studie afgerond omtrent de effecten van co-sourcing. Wij zullen dus de resultaten van deze studie in primeur zullen heureux. On est tout à fait content de vous avoir pour avoir l'exclusivité de ces informations concernant votre étude sur le co-sourcing. Il y a des révélations intéressantes? Oui. C'est du show? Ja, ik denk het wel. Hè. Ok. Encore mieux que l'affaire Weinstein. Allez, c'est super. Et puis on aura des gens du terrain également, bien sûr, de la fondation Yehudi Menuhin, qui a engagé des collaborateurs seniors. Nous aurons également des représentants qui travaillent dans le secteur non marchand et marchand. Ce sera intéressant. Je parle ici de Marianne Poncelet. Bienvenue, Marianne, et de Heidi Sacréas. Vous travaillez pour une société du secteur du profit, pour un cabinet de révisorat à Leuven. Vous avez été prêté, donc une des exceptions prêtées à une société profiteuse, enfin profiteuse, le mot est mal choisi, mais on dit non-profit and profit sector. En anglais, ça passe, en français, ça passe beaucoup moins bien. C'est une société profiteuse. Voilà, geen tijd te verliezen dus. En ik ben u vergeten, Jan. Sorry, ik ben een van de belangrijkste personen hier. Jan, vous êtes le boss de HR chez Proximus. Et vous nous rejoignez dans quelques instants avec également Kathleen Verbomen. Vous êtes là, Kathleen. Vous représentez le ministre Chris Peters, ministre du Travail. Vous êtes conseillère en droit du travail. Vous connaissez tout dans cette belle matière. J'avais eu 14 à Leuven en droit du travail, donc j'essaierai de vous coincer tout à l'heure. Et puis Mark Allen van SD Works, vous nous parlerez des a priori qu'on peut avoir par rapport aux travailleurs de 50 ans et plus, et quelques statistiques également seront proposées. On est impatient de vous recevoir tout à l'heure, mais il n'y a pas assez de place à table, donc on attend encore un instant pour vous recevoir ici. Voilà, on est donc toujours en live sur Webinar, 70 personnes qui nous suivent, c'est donc vraiment un beau succès. Dag Annette, Annette, u bent hier. Ja. Voilà, voilà, nog altijd daar. Ja, neem de microfoon. KBC was een van de pionierende organisaties op het vlak van co-sourcing. En u hebt dus het Minerva-plan gelanceerd destijds. Wat was het, dat Minerva-plan? Zoals jullie waarschijnlijk ook onlangs in de pers gelezen hebben, is het 50 het nieuwe 30. We hebben meer en meer 50-plussers op de arbeidsmarkt. Dat is ook zeker het geval bij KBC. Ook wij hebben een populatie die aan het verouderen is. En we hebben dan ook van die gelegenheid gebruik gemaakt om met onze medewerkers in discussie te gaan over hoe ze hun verdere carrière binnen KBC zien. Dat is voor ons heel erg belangrijk, zodat wij ook een goede workforce planning in kaart kunnen stellen. En eigenlijk zijn we begonnen met onze medewerkers de volgende discussies te voeren. We hebben ze gevraagd, wat wil je eigenlijk nu verder? Wil je blijven werken zoals je nu werkt tot aan je pensioen? Wil je misschien lichter werken? Wil je minder werken? Wil je lichter en minder werken? En dan is er eigenlijk een vijfde trek gekomen. En dat is eigenlijk de trek waarover we vandaag zullen spreken. Namelijk, wil je je carrière misschien ook wel altijd nog bij KBC verder laten lopen, maar door ingezet te worden bij een andere werkgever. En zo zijn we eigenlijk op de voorloper van Experience at Work gekomen. Bij KBC heet dat Minerva. We zijn dan ook kort tot de conclusie gekomen dat wij dat initiatief best niet alleen doorvoeren, omdat wij eigenlijk ook toch wel de ondersteuning wilden hebben van andere partijen in de markt om ook onze overheid attent te maken op het feit dat het toch misschien gepast is om medewerkers ook bij andere organisaties te werk te laten gaan. En zo zijn we dan eigenlijk naar Experience at Work gekomen, nadat we ook een studie hadden laten uitvoeren in samenwerking met SD Works. Ok, merci pour ce rappel. C'est un petit peu l'ancêtre donc de ce qui est maintenant Experience at Work. Vous, Inge, vous étiez active déjà depuis longtemps dans le processus de travailler plus longtemps. Qu'est-ce que vous avez fait exactement jusqu'ici et pourquoi cette motivation? Ja, zoals u zei, ik heb eigenlijk enkele functies binnen HR Proximus doorlopen. Toujours chez Proximus. Bij Proximus, ja. En in 2010 hadden wij ons de bedenking gemaakt. We zien onze leeftijdspyramide inderdaad ook naar rechts verschuiven. Wij hadden een historiek dat mensen vervroegd met pensioen konden vertrekken. Dat was destijds op de leeftijd van 50, 52, 55, 58, dus het schoof op. En in 2010 zeiden wij, we gaan dit niet meer doen. We gaan mensen niet meer vervroegd laten vertrekken, maar we willen er wel voor zorgen dat onze medewerkers vitaal, inzetbaar, gemotiveerd aan het werk kunnen blijven. Dat was een project, het noemde destijds de Mature Workforce. C'était un projet avec 9 domaines d'action. On se disait, si on veut que tout le monde puisse travailler plus longtemps, il faut que les gens soient saines. Donc on doit peut-être, nous, en tant qu'employeurs, sensibiliser sur manger sainement, bouger assez, faire des adaptations ergonomiques. On doit peut-être commencer avec des entretiens de mi-carrière. On doit aussi, si on veut travailler avec de l'envie jusqu'à la fin de la carrière, il faut qu'il y ait assez de variations dans les jobs, assez d'indépendance dans le job. Et un des domaines, c'était aussi quels sont les jobs au sein de Proximus qui sont vraiment aptes à faire à la fin de la carrière. Et ce n'était pas évident, cette question. Je me rappelle qu'on était en discussion avec les jointeurs dans le temps. Donc les gens qui creusent les trous dans les rues, c'est quand même un travail pénible. Vous dites quoi, les jointeurs? Les jointeurs, de lassers in het Nederlands, splicers. Donc ces gens-là, ils disaient, voilà, ça fait parfois mal au dos. Donc on a créé des fonctions de superviseurs additionnels. Mais on ne peut pas créer, continuer à créer des superviseurs. On a besoin de plus de jointeurs que de superviseurs. Des gens de terrain plutôt que des surveillants. Voilà. Et donc, en ce moment-là, on se disait, c'est peut-être intéressant de regarder, pas uniquement au sein de Proximus, mais aussi over het muurtje kijken, zoals we dat in het Nederlands zeiden. Mm-hmm. En dat zijn we beginnen doen, omdat we ook zagen dat mensen zeiden van, wij willen wel iets anders doen. Dat is vaak een stereotype dat senior medewerkers, men denkt, zij willen niks anders meer doen, zij willen niet meer veranderen. Wij zagen dat mensen wel effectief nog iets anders wouden doen, nog nieuwe uitdagingen wouden aangaan, maar zonder risico. Mensen hebben een package opgebouwd en verlaten de werkgever niet meer. Anderzijds zagen we dat er ook bedrijven waren die echt op zoek waren naar mensen met ervaring, maar ofwel die mensen niet vonden, en dat gaat slechter en slechter worden met de arbeidsmarkt die aan het moeilijker worden is om mensen aan te trekken, met de babyboomers die op pensioen vertrekken. En als de organisaties die mensen dan al vinden, dan zijn ze vaak te duur. Want we worden allemaal duurder naarmate we ouder worden. Dat is heel leuk voor onszelf. Maar voor een werkgever is dat moeilijk om mensen met ervaring aan te trekken, want dat is duur. En zo zijn we eigenlijk tot dit project gekomen. Ik kan uw uitdrukking over de muur kijken. En Guido, u bent een beetje de lijm die de partij heeft samengebracht. Vous avez vraiment mis les gens ensemble. Vous avez remarqué que KBC, AXA et Proximus faisiez des choses et vous vous êtes dit il faut aller dans cette direction, dans le consulting. C'est un peu la base de votre réflexion. Een van de voordelen van consultant zijn is dat je bij veel organisaties komt en dat je dan ziet dat die soms met dezelfde problematiek worstelen. Hè, zoals hoe kunnen we ervaren medewerkers langer zinvol laten werken. En soms zijn problemen makkelijker op te lossen als je over de muren van je eigen organisatie heen kan kijken. Hè, wat Annette zojuist al zei. En dat was eigenlijk het ontstaan van Experience at Work. Mm-hmm. Dan moet je nog de moedige mensen vinden uit die organisatie die de moed hebben om los van hun dagelijkse werk tijd vrij te maken en de uitdaging aan te gaan om samen zoiets van de grond te brengen. Il faut prendre sur soi, il faut être motivé. Ja, je moet de motivatie hebben en het voldoende geloven in het idee, maar ook de moed om dat in je organisatie vooruit te doen gaan, want dat is vaak niet vanzelfsprekend. Als je dat samen hebt kunnen brengen, en dat is gelukt met AXA, KBC en Proximus, en met, heel belangrijk, als je dan de steun vindt van SD Works, die het hele proces juridisch buitengewoon goed heeft ondersteund, mm-hmm. de Shift, die haar netwerk daarvoor ter beschikking gesteld heeft, mm-hmm. VDAB, die van het begin af aan het project heeft ondersteund, dan heb je een team waarmee je echt een stap vooruit kan zetten. Dat is een lange reis geweest met dalen. Ik weet niet of u zich voor kan stellen hoe ingewikkeld het is om tot één contract te komen met de juridische afdelingen van die 3 organisaties. Dat is een uitdaging, kan ik u vertellen. Maar ook met pieken, hè. We hebben daar genomineerd voor de Europese Innovatie Award. En heeft uiteindelijk geleid tot iets wat werkt. En daar denk ik, hoop ik dat we vandaag wat meer over zullen horen, hoe dat ook door anderen geëvalueerd wordt. Maar wij zijn daar in ieder geval erg enthousiast over. Voilà, votre enthousiasme est clair. Inge, vous êtes maintenant la directrice du bain de nuit de Basine. van Experience at Work. Wat houdt dat in? Wat is uw dagelijks leven bij Proximus? U bent nog altijd bij Proximus, maar u werkt alleen voor Experience at Work. Ja, ik was het eerste voorbeeld van Proximus dan. Ik sta nog altijd op de payroll van Proximus, maar Proximus krijgt inkomsten van Experience at Work. Voilà, donc Inge, effectivement, c'est la première, c'est l'exemple, puisqu'elle a été prêtée par Proximus, mais pour l'expérience. Inderdaad. Et pour moi, c'était une très chouette expérience. En fait, c'était créer un start-up. C'était passer chez le notaire, passer chez le comptable, faire le matériel de communication, faire la plateforme IT. Donc, c'était vraiment organiser quelque chose de nouveau. On a commencé en 2015. On était vraiment opérationnel en octobre 2015. Et ce qu'on a vu en ce moment-là, c'était très chouette de voir que surtout le monde non marchand voyait ça comme un atout, de pouvoir attirer des gens expérimentés à un prix qui était pour eux faisable, donc le prix d'un junior selon leur propre barème. Dans la première année, 2016, donc la première année complète, on a publié 260 offres d'emploi. Oui, c'était... Ce qu'on voit, c'est qu'on peut actuellement, pour les offres d'emploi qui sont publiées, on peut offrir des candidats pour une offre d'emploi sur deux. Donc, on a actuellement 50% de chances pour les clients d'avoir des candidats. C'est positif. C'est positif, voilà, 50% de chance. Et les offres d'emploi sont surtout des jobs met de kader, lager kader, administratief bediende. Dus functies die, waar men inderdaad zegt, het is interessant om ervaring binnen te trekken, want dat is moeilijk te vinden of moeilijk te betalen anders. Wat we nu zien is dat er ook meer vraag komt van mensen met lager profielen die zeggen, oh, dat ziet er echt wel leuk uit, ik zou dat ook willen doen, maar ik ben geen middelkader of ik ben geen lagerkader, kan ik daar ook aan deelnemen? Dus wij willen naar de toekomst toe ook de mogelijkheid geven voor lagere profielen. En mensen beginnen ook te vragen naar, goh, voor mij moet het niet per se in de non-profit sector zijn. Ik zou eigenlijk ook graag dichter bij huis gaan werken. De mobiliteitsproblematiek die er is, maakt dat mensen zeggen, goh, mocht ik dichter bij huis kunnen gaan werken, en dan mag het de profitsector zijn. Nu, ik zei daarnet, we kunnen voor 1 op de 2 vacatures effectief kandidaten aanbieden. We zijn gestart met KBC, AXA en Proximus. Intussen zijn er 8 werkgevers bijgekomen. Dus 11 in totaal? Met 11 rond de tafel nu. Dat gaat zeker nog uitbreiden. Ik ben nog in gesprek met heel wat werkgevers die daarin geïnteresseerd zijn. En dat is ook onze visie die we hebben naar de toekomst toe. Dat dit eigenlijk iets heel laagdrempelig wordt voor bedrijven. Voor bedrijven die uitlenen is het nooit een oplossing voor een grote groep van mensen. Het is geen alternatief voor een sociaal plan. Het is een alternatief, het is een oplossing voor mensen die zeggen, op de leeftijd van 55 bijvoorbeeld, ik ga dit niet meer blijven doen tot aan mijn pensioen. Dus het is geen oplossing voor een grote groep van mensen. Als ik kijk, die 11 bedrijven die nu aangesloten zijn en 60 mensen die op die manier werken, dan maakt dat wel duidelijk. Dus dat is de richting waar we willen uitgaan naar de toekomst. Dat bedrijven, groot of klein, die mogelijkheid aanbieden aan hun werknemers. Ok, donc 60 collaborateurs qui travaillent maintenant sous le régime de Experience at Work, c'est pas mal. 11 entreprises, il y en a des nouvelles qui sont prévues, nieuwe ondernemingen gaan tekenen binnenkort. Inderdaad, ja, maar het is nog niet getekend, maar er zijn er inderdaad 2 heel dicht in de pipeline. En wat we ook zien, die 60 mensen die momenteel op deze manier werken, zijn ook allemaal super enthousiast. We hebben nu Heidi hier mee, maar ik kon niet aan iedereen vragen om hier aanwezig te zijn. Dus die mensen zijn super enthousiast, maar we hebben daar een filmpje voor voorzien, want Bert Peters, die werkt bij 1111, is een medewerker van KBC. En onlangs was er in de 7e dag daar een reportage over. Dus die wouden we toch eventjes laten zien. On le montre maintenant, le film? On le montre. Allez, le reportage du 7e dag. Oplossingen aangekomen, hè? Want hoe maken we 50-plussers aantrekkelijk? Wat doe je als bedrijf als je eigenlijk niet meer weet wat er mee te doen? 2 jaar geleden begonnen KBC, AXA en Proximus met een nieuw initiatief. Dat heet Experience at Work. Ze lenen oudere werknemers uit aan non-profit organisaties. De oudere werknemer blijft evenveel verdienen. De organisatie betaalt een deel van het loon terug aan het bedrijf. Intussen zijn er al 11 bedrijven die meedoen en hebben 55 oudere werknemers op die manier een werkplek gevonden. Dit is Bert Peters. 33 jaar heeft hij bij KBC gewerkt, nu bij 1111. Ik ben hier ongelooflijk gelukkig. Ik heb een tweede elan gevonden in deze job. Ik ben van job veranderd omdat mijn job bij KBC geschrapt werd. Nadien was het even, heb ik wel eventjes... Heb ik wel in een dipje gezeten en ja, toch wel ettelijke keren zowel intern gesolliciteerd als bij Experience at Work. En voilà, hier sta ik. Ja. Zal ik het even vaststaan? Lukt het? Bij KWC was Bert verantwoordelijk voor de cultuursponsoring. Die ervaring helpt hem bij zijn nieuwe job als fondsenwerver voor 1111. Maar er zijn ook nieuwe uitdagingen. Ja, we werken met andere systemen. Dat is wel eventjes inwerken. Hè. Maar ik voel me nog niet te oud om nieuwe dingen te leren. Ik denk, als je wat ouder bent, ja, dan focus je toch ook wel meer op het menselijke aspect, denk ik. Deze functie sluit veel meer aan bij mijn talenten. En bij wat ik in al die jaren heb geleerd. Bert werkt sinds februari voor 111111. Hij kan hier blijven werken tot zijn pensioen. Met dezelfde voordelen als zijn KBC-collega's. Er zijn een aantal voordelen van bij een bank te werken. Ik denk maar aan een extra legaal pensioen. En dan is dat wel fijn dat je die voorwaarden kan behouden. Ja. Als men kan meedoen met het project Experience at Work, zou ik zeggen, doen. Gewoon doen. Je vindt een tweede adem. Je kan op een hele fijne manier terug aan de slag. Voilà. Een nieuwe manier om terug aan de slag te zijn. Et c'est super, hein? Il a l'air vraiment motivé. Et en plus, vous parlez de 11-11-11, le 10 du 11. Donc c'était vraiment bien joué de votre part, Inge, puisque l'opération va bientôt démarrer. Elle est déjà en cours. Voilà, maar is alles zo positief? On va se tourner vers vous, Hans et David. Vous avez donc effectué une étude approfondie sur le cost-housing à propos des carrières de longue durée. Et vous avez donc amené des conclusions. Vous avez enquêté aussi sur plusieurs champs d'investigation. Comment vous avez fait? Et en primeur, donc, les résultats de cette enquête. Hans, kunt u ons de resultaten meegeven? OK. En fait, avant de sauter aux résultats, je veux bien vous donner un peu d'explication sur l'étude qu'on a conduite. Hein. Pour nous, étant des académiques et en faisant des études sur la gestion de carrière déjà depuis longtemps, c'était vraiment une initiative, un type d'innovation sociale dont on était vraiment intéressé de connaître mieux et de comprendre quels seraient les effets possibles pour toutes les parties impliquées, en fait. Dans l'étude, on a essayé de trouver une sorte de réponse sur quatre questions. Hein. On n'a pas fait une étude sur l'intérêt à cette initiative de co-sourcing dans une grande cible d'organisation. Donc, on a vraiment fait des interviews avec des gens qui, à ce moment-ci, font partie du Experience at Work projet. Et on a fait des interviews pour mieux comprendre leurs motifs, hein, pour travailler ailleurs, et aussi pour comprendre bien quelles sont les conditions qui sont importantes pour eux pour faire partie de cette initiative. On a aussi interviewé des dirigeants dans les organisations d'origine et aussi dans les organisations nouvelles, donc les organisations emprunteuses. Et on a aussi posé des questions sur les effets vis-à-vis la satisfaction de carrière des gens expérimentés. En sorte de méthodologie, juste très brièvement, mais vous aurez une white paper dont vous pourrez lire tous les résultats en détail, hein, mais en méthodologie, puisque c'est une initiative nouvelle. On a fait une étude qualitative, on a fait des interviews très élaborées avec 19 personnes. Au moment qu'on a fait l'étude, il n'y avait pas encore 60 personnes dans l'initiative. Il y en a fait une quarantaine, je pense. On a fait des interviews avec 10 collaborateurs, avec 5 dirigeants de l'ancienne équipe et 5 dirigeants de la nouvelle équipe. Et on a vraiment pris le temps, en fait c'est David qui a pris le temps de vraiment poser toutes les questions possibles pour bien comprendre quels sont les motifs et les conditions qui expliquent les résultats possibles. Maar David, jij gaat de resultaten zelf toelichten. Hè? Ja. Inderdaad. Als we kijken naar hoe we die ervaring eigenlijk moeten samenvatten van medewerkers die instappen in Experience at Work, dan kunnen we dat eigenlijk vrij mooi samenvatten aan de hand van 3 spanningsvelden. En die 3 spanningsvelden die hebben eigenlijk een selectief effect. Het ene spanningsveld heeft bijvoorbeeld meer effect op het individu zelf. Zitten de winsten vooral voor het individu. En de andere spanningsvelden hebben dan weer eerder een effect op de organisatie zelf en de performance. U gaat ook merken dat de 3 spanningsvelden die dat we opnoemen, dat die best wel wat stereotypen die we hebben van oudere werknemers en mensen op hun einde loopbaan, dat die eigenlijk door de raam gooien. Het eerste spanningsveld bijvoorbeeld is een spanningsveld in authenticiteit. En dit spanningsveld spreekt eerder over de motivatie waarom mensen eigenlijk instappen in zo'n project. Vaak, u heeft het ook gehoord tijdens het filmpje, vaak zijn deze mensen op zoek naar zinvol werk. Ze komen uit een context waarin hun vorig werk niet meer als zinvol werd ervaren. En de reden waarom dat niet meer als zinvol werd ervaren, dat kan divers zijn. Er kunnen organisationele veranderingen zijn geweest, waardoor dat de oude zinvolle functie wegvalt en waardoor dus men effectief een trigger krijgt om op zoek te gaan naar nieuw zinvol werk. Ook kan deze driver van het individu intern worden. We veranderen allemaal doorheen ons leven, noden worden anders, we beginnen andere dingen belangrijk te vinden. Dus sommige individuen die zijn ingestapt omwille van het feit dat ze zelf veranderd zijn en dat hun definitie van zinvol werk anders is geworden. Sommige mensen doen dit vanuit een sociaal engagement. Je ziet hier ook vaak dat er mensen uit profitorganisaties eigenlijk komen en dit die vaak naar non-profitorganisaties gaan. Nu, als we kijken waar dat de winst hier vooral gesitueerd zit, dan zit die vooral op individueel vlak gesitueerd. Het gaat hier echt over zinvol werk en met goesting te blijven aan de slag gaan. En dat daagt ook een stereotype uit dat 50-plussers, of iedereen op zijn einde loopbaan, dat het hier gaat over een grote groep van uitgebluste medewerkers die dat geen zin meer heeft in werk. Hier gaat het echt effectief over mensen die dat op zoek zijn naar de zin van werk en naar goesting om hun werk te blijven verder zetten eigenlijk. Nu, de tweede spanning vinden we eigenlijk op jobniveau. We zien dat er hier een spanning zit tussen enerzijds werft men iemand aan die heel veel competenties al heeft verworven, die heel veel ervaring heeft in een bepaalde job. Anderzijds komen deze medewerkers ook in een inhoudelijk nieuwe functie terecht. En komen ze in een nieuwe context waar ze vaak nog niet zoveel van weten. En er zit een spanning tussen enerzijds, men heeft een senior employee en tegelijk ook een junior employee. Nu, de winst op organisatieniveau zit vooral in het feit dat er bepaalde competenties eigenlijk kunnen overgedragen worden. Dit kunnen generieke competenties zijn, zoals bijvoorbeeld beeldcoaching. Maar dit kunnen ook bepaalde specifieke componenten zijn aan de vorige job, die daar overgenomen worden in de nieuwe job. Ook als men kijkt naar de individuele winsten, dan ziet men dat de winst eigenlijk ligt in het feit dat medewerkers nieuwe dingen kunnen leren. Deze nieuwe dingen zijn vaak gebonden aan de inhoud die anders is in de nieuwe job. En de inhoudelijk nieuwe context waar ze zich in situeren, waar ze zich in moeten inwerken. En eigenlijk beantwoordt dit vooral de nood tot groei dat medewerkers eigenlijk ervaren. Dit lijkt een heel belangrijk principe te zijn, het principe dat men vooruit blijft gaan en dat men dingen blijft aanleren. Dus dat daagt eigenlijk een tweede stereotype uit dat we vaak hebben over oudere medewerkers, namelijk dat deze niet meer in staat zijn of niet meer gewillig zijn om nieuwe dingen te leren. De derde spanning die dat we zien in onze studie is die van de oude context en de nieuwe context. Medewerkers komen vaak uit een organisatie die ten eerste enorm groot is, die ook meestal met een bepaalde manier naar problemen kijkt en die meestal heel wat processen in de plaats heeft om die problemen eigenlijk aan te pakken. En vaak gaan ze dan naar kleine organisaties, jonge organisaties over het algemeen, die op een informelere manier werken en die waarvan bepaalde processen of manieren om problemen aan te pakken eigenlijk nog niet zo matuur ontwikkeld zijn. En hier merken we dat de winsten vooral op organisatieniveau kunnen gevonden worden. De medewerker, de oudere medewerker die instapt in de nieuwe organisatie, kan eigenlijk net een hefboom tot innovatie zijn, doordat ze met een oude bril, de bril van de oude organisatie, op die nieuwe context kunnen kijken en kunnen zien waar dat er verbeteringen kunnen aangebracht worden. Nu, die winst zal zich niet automatisch uiten. De nieuwe leidinggevende blijkt hier toch wel een sturende rol in te hebben. Een leidinggevende waarin die hen ondersteunt in de nieuwe context en die zorgt dat hun ideeën eigenlijk verbreid kunnen worden naar de rest van de organisatie, blijken er vooral goed in te slagen om deze mogelijkheid tot innovatie eigenlijk te verzilveren in de rest van de organisatie. Dat zijn eigenlijk in grote lijnen de resultaten van onze kwalitatieve studie. Er zijn enkele caveats ook, maar die laat ik eigenlijk... Voilà, les caveats, c'est pour vous. Hans, il y a 4 caveats. Je crois que sur la base des interviews, on a constaté que les expériences sont pour la plus grande partie très positives. Hein. Il faut aussi dire, évidemment, on a fait des interviews avec des personnes qui sont encore dans le projet et qui sont encore en travail dans une autre organisation, qui n'ont pas encore ou pas fait le choix de rentrer à leur organisation d'origine. Donc, ce sont des histoires de succès, disons. Mais il faut quand même faire attention à certaines choses. Ça, il faut tenir compte avec, mais quand même, on voit aussi que jusqu'à ce moment-ci, il n'y a que 2 personnes qui ont déjà, après quelques mois, décidé de rentrer. Et je pense personnes donc sont revenues dans leur ancienne organisation. 47 ou... Ça leur convenait pas le nouveau rythme. Oui, mais ce qui est bien normal aussi. Bon. Hein, je pense que ça devait aussi faire partie de la politique vis-à-vis co-sourcing, juste quand on fait un changement de carrière interne, il est aussi possible que ça ne sera pas un succès, et donc ça c'est aussi acceptable que ça peut arriver dans le co-sourcing. Met 2 mensen die teruggekomen zijn op 6 stuk, dat is weinig eigenlijk. Ja. Dat is inderdaad, het kan zijn dat er in de toekomst toch aan terugkomen, ja, voilà, dat weten we niet, maar 2 op 60 op zich. En die mensen zijn eigenlijk heel snel terug geïntegreerd in hun moederorganisatie. Het was blijkbaar alsof ze nieuwe zuurstof opgehaald hadden in die andere organisatie en terug aan de slag kunnen gaan in hun moederorganisatie. Voilà, les gens qui sont revenus dans leur ancienne organisation ont retrouvé leur marque, ils ont pris un peu leur respiration ailleurs et puis ils sont revenus finalement, c'était quand même aussi positif à ce niveau-là. Oui. Hans. Okay. Mais donc, il y a aussi quelque chose ou quelques caractéristiques, disons, qu'on a observées chez les personnes qui sont déjà dans le projet de co-sourcing maintenant. Et la première caractéristique, c'est quand même bien important de se réaliser. Le co-sourcing, ça offre une possibilité de mouvement dans la carrière. Et dans les organisations, les grandes organisations qui font partie du Experience at Work maintenant, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de mobilité dans leur carrière. Donc beaucoup des gens expérimentés ont une sorte de carrière très stable. Et ce qu'on voit, les gens qu'on a interviewés sont des exceptions là-dessus. Donc ils ont déjà une histoire d'avoir changé dans leur carrière plusieurs fois, soit interne ou externe. Donc, je pense que ça, c'est quand même un challenge d'aussi approcher les autres gens. Mais c'est aussi bien un peu logique, hein, si pour les gens qui n'ont jamais fait encore la passe à l'extérieur de leur job, que c'est une très grande passe d'aller à une autre organisation. Donc je pense que si on est tant d'organisations qui considèrent participer à une initiative comme Experience at Work et d'emprunter des gens, qu'il faut bien penser quelle est notre politique de gestion des carrières en général et qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer que les gens ne sont pas tellement gehecht à leur job et qu'ils n'osent pas faire la passe puisque c'est trop inconnu. Hein. Donc ça, c'est quelque chose de tenir compte avec. Aussi important, évidemment, je ne pense pas qu'il faut négliger ça trop, hein, c'est la récompense. Hein. La récompense intrinsique est très grande. Hein. Les gens, vous l'avez aussi vu dans le film, se sont très motivés, leur sens de travail est revenu, etc., mais il y a toujours là la sécurité d'avoir la salaire qu'on avait avant. Hein. Avec les avantages, met de voordelen. Oui, tous les avantages. Oui, extrinsiques en fait. Oui. Et donc, bien que les gens disent que la motivation et la récompense intrinsèque est beaucoup plus important que le salaire, ils disent en même temps que la sécurité de savoir qu'ils pouvaient prendre leur salaire et leur enveloppe salariale en fait avec eux, c'était une des raisons qui leur ont motivé de sauter, hein, de prendre le risque de quitter l'organisation. C'est pas un vrai risque en fait, hein, puisque ils gardent tous les avantages. Oui, mais quand même, ils disent, oui, ça sent comme un risque, puisqu'on sait qu'on quitte, une organisation, et peut-être il y a beaucoup d'aspects dans le job qu'on quitte, qu'on n'aime plus, et qu'on a vraiment besoin d'avoir d'une nouvelle challenge. Mais quand même, c'est toujours... Si on sait qu'on quitte, mais on ne sait pas encore ce qui va être là, hein, pour compenser ça, ça fait le choix difficile. Mm-hmm. Et s'il y a le salaire qui reste, ça aide à faire le choix plus facile. We hebben eigenlijk ooit, als ik mag, een testimonial gehad van iemand van KBC die het echt heel mooi zei. Die zei van, het is springen, want het is inderdaad nog altijd de stap zetten. Je gaat weg uit je vertrouwde omgeving, je verlaat je collega's, maar het is springen met een dubbele parachute. Ja. Dus je weet dat je nog altijd terug kan. En dat is blijkbaar wel nog altijd belangrijk voor de mensen. Het risico is beperkt. Ja. Mensen weten over het algemeen ook heel goed wat ze gaan verliezen als ze van hun huidige organisatie weggaan. En weten vaak niet goed wat ze gaan winnen als ze in een nieuwe context terechtkomen. En dat maakt mensen natuurlijk ook wel een beetje bang om de sprong te wagen. En deze parachute eigenlijk zorgt ervoor dat die angst een stuk weggenomen wordt. Maar ik denk, je kan daar vanuit twee partijen naar kijken. Ik denk voor de medewerkers zelf dat de voorbeelden en de ervaringen heel belangrijk zijn om ook te gaan embedden, niet alleen in deze organisaties, maar ruimer. En dat het ook heel belangrijk is om die intrinsieke voordelen of die intrinsieke voldoening die er kan volgen door de stap te zetten, om die heel duidelijk te maken. Ik denk dat het ook iets is, als we het debat willen uitvergroten van is dit meer mainstream te maken, dat we moeten durven erbij bespreken van hoeveel van die zekerheid in de rugzak financieel dan moet je blijven behouden. Voor werkgevers denk ik tegelijk dat je niet te snel mag beslissen, dit is een dure optie, we gaan het er zelfs nog over hebben, want ook andere opties zijn heel duur. Of niks doen kan ook duur zijn. Dus ik denk dat het ook een veel te eenzijdige conclusie zou zijn om te zeggen dit kan alleen voor organisaties die het zich kunnen permitteren om op die manier oudere mensen aan de slag te houden. Je peux encore une finale? Absoluut. Hans, u bent hier thuis. Ah, c'est bon, Proximus Lounge, c'est agréable. Oui, très, très bel endroit. Non, il y a aussi encore le rôle du dirigeant. Il y a des règles, hein, dans le projet d'Experience at Work qui donc l'employé a le droit, hein, de postuler pour un job qui est vacant via la plateforme d'Experience at Work, mais évidemment. Mais ce n'est pas différent quand il s'agit d'une mobilité interne. Hein, il y a ce dirigeant, hein, qui a aussi un rôle. Et on a vu dans les interviews, et aussi les interviews avec les dirigeants, qu'il fait une grande différence si le dirigeant a une rôle stimulante qu'il a vu où qu'il voit que le développement est encore important et peut-être plus important que la continuité à court terme de son équipe. Hein. Mais là, c'est quand même un cas vite aussi important. Donc, si le chef ne sait pas très bien si quand il y a une personne qui quitte l'équipe pour aller travailler ailleurs, s'il y a quelqu'un qui vient pour le remplacer, qu'est-ce qu'il va arriver si l'employé décide de retourner, et toutes sortes de choses comme ça. Mais ça, ce n'est pas différent quand on parle d'une politique de mobilité interne ou une politique de mobilité avec Experience at Work. Mais quand même, on a vu que c'est important. Hein. On ne peut pas faire l'initiative et faire grandir l'initiative dans l'organisation sans aussi avoir une politique vis-à-vis des dirigeants, de leur expliquer bien ce qui est leur rôle et leur responsabilité. Puisqu'on a entendu ça souvent, que les employés ont dit c'était pour moi un obstacle. Et je n'osais pas bien d'abord, mais quand même, je l'ai réussi d'un peu éviter mon procès. Et des autres qui ont dit, vraiment pour moi, c'était le levier qui a fait que je l'ai osé, qui allait le faire. Et j'ai encore beaucoup de contacts avec lui pour parler sur mon développement personnel. Donc ça, c'est quand même quelque chose à ne pas oublier. David a aussi dit, le dirigeant de la nouvelle équipe a une importante rôle parce qu'il y a beaucoup de compétences et peut-être aussi des compétences plus latentes. Donc, on n'est pas encore très consciente quand on embauche le nouvel employé, mais qui pourrait être vraiment très utile et très valable pour la nouvelle organisation. Pour, par exemple, expérience avec des processus, des procédures et de manager des choses dans une façon plus professionnelle qu'on avait l'habitude avant dans la nouvelle organisation. Finalement, l'âge, c'est quelque chose pour discuter là-dessus. Hein. Ici, c'est un projet pour réengager les personnes âgées plus que 50 ou 55 ans. Pour les gens qui étaient dans notre cible, plusieurs d'entre eux avaient dit « Oh, pour moi, ça vient en fait trop tard. J'aurais voulu faire quelque chose comme ça déjà beaucoup plus avant dans ma carrière. Donc, je pense que ça, c'est aussi quelque chose à discuter là-dessus. Pourquoi tenir ça? Ou il y a des bonnes raisons. Hein? Maar peut-être c'est aussi possible de l'élargir. Ja, voilà. Tot nu toe is het voor de mensen van 50 jaar of van 55 jaar? Elke werkgever die toetreedt tot het platform bepaalt zelf waar zij de lat leggen. Dus okay. Dat kan bij Proximus is dat 55, bij Arcadis is dat 50, dus afhankelijk van de werkgever. Maar je kan het natuurlijk moeilijk gaan doen voor je 30-jarigen om die te gaan sponsoren tot aan het pensioen. Een beetje vroeg, ja. Inderdaad. Ja, naast de resultaten is er ook natuurlijk een impact op de maatschappij. En u hebt een studie daarover uitgevoerd, Guido, de zogenaamde Social Return on Investment. Kunt u de resultaten van uw studie commentariëren in 2 minuten? Ja, ik ga dat kort proberen te doen. Het is een sociaal innovatieproject. Okay. Dus een project wat zowel een maatschappelijke als een economische doelstelling probeert te realiseren. En dat is altijd riskant. En je moet dan ook de moed vinden om daar op een zakelijke manier naar te kijken. En daarom hebben we na de aanloopfase een berekening gemaakt van wat het totaal is geweest van wat er nu in geïnvesteerd is. In termen van tijd, van kosten, van de organisaties die het hebben opgezet enzovoort. En wat het heeft opgeleverd. Wat het heeft opgeleverd is voor een stuk kwalitatief. Hè, dat hebben we zojuist gehoord uit de studie van de Universiteit van Antwerpen. Maar het is ook voor een stuk kwantitatief. En dat hebben we geprobeerd op te tellen. Daar zijn methodieken voor. Social Return on Investment is een van die methodieken. En die komt tot de conclusie dat de euro die erin gestoken is, dat die ongeveer x2 terugverdiend wordt door de gezamenlijke stakeholders. Dus door de uitlenende organisaties, door de inlenende organisaties, voor een stukje door de deelnemers, maar ook bijvoorbeeld voor de overheid. En als u ziet dat 22% van de geïnterviewde mensen aangaf dat ze wellicht langdurig ziek waren geworden als ze niet zo'n kans hadden gehad, kan u zich voorstellen dat er ook een maatschappelijke return is doordat de ziektekosten teruggedrongen worden door mensen in die fase van hun carrière nog motiverend en zinvol werk te geven. Ok, voilà. Merci beaucoup. Vous parliez à l'instant de l'autorité. On va appeler l'autorité, représentant du cabinet de Chris Peters. Vous pouvez nous rejoindre Kathleen Verbomen, ainsi bien sûr que Jan van Akeleyen, Head HR van Proximus. En ook Mark van SD Works, kom hier aan tafel. Er zijn zetels genoeg. Ja, alles is voorzien door Inge. Mooie organisatie. Goed geteld, Inge. Ja, goed geteld, was moeilijk. Hè? Voilà, c'est un peu la dernière scène ici. C'est bientôt Pâques. Donc on rejoue ça. Je fais le rôle, je suis Jésus, mais qui est Judas? Dat is de vraag. Allee, dat we even serieus zijn. Ja, er is niet alleen roze geur natuurlijk rond Experience at Work. Er zijn te weinig profitsectororganisaties die openstaan momenteel. Inge, of wat is uw mening daarover? Ik denk dat in eerste instantie hebben we inderdaad gefocust op de non-profit. Omdat we dachten dat 50-plus medewerkers vooral een toegevoegde waarde zouden zien in die non-profit sector. Voilà. En dat is eigenlijk de evolutie die nu een beetje gaande is, dat mensen zeggen van, goh, maar met de verkeersproblematiek, als ik dichter bij huis kan werken, zou dat ook super zijn. On l'a encore vu ce matin pour la verkeers problématique, hein, effectivement. Voilà. On comprend qu'il y en a qui ont envie de travailler chez eux. On salue d'ailleurs les personnes. Oui. Groeten de mensen die op webinar ons volgen. Ze hebben geen verkeersprobleem gehad. Marc Allen de SD Works, vous avez fait des statistiques sur les 50 ans et plus et également observé les a priori qu'il peut y avoir. Les 50 ans et plus, tout le monde le sait, ils ne sont plus motivés et ils sont chers. Alors, ça, c'est l'a priori, évidemment. Effectivement, il y a des a priori, disons, les statistiques ne sont pas des statistiques de chez nous, donc on a des statistiques du VDAB qui nous indiquent en fait que pour des collaborateurs, des gens qui se retrouvent au chômage au-delà de 55 ans, c'est très difficile pour retrouver du travail. D'accord. Pour vous donner juste quelques petits chiffres, je ne vais pas vous inonder, mais je pense que c'était intéressant. Dans le mois qui suit le moment où le collaborateur est au chômage, il y a 9% des gens qui retrouvent du travail. Dans les 2 mois, on est à 4%. Dans les 3 mois, on est à 3%. Et plus on avance, et ces chiffres diminuent. Donc on se rend compte que si on se retrouve au chômage au-delà de 55 ans, c'est très difficile de retrouver du travail. Premier élément. Deuxième élément, des chiffres qui viennent de Eurostat, qui nous montrent le taux d'emploi par classe d'âge en Belgique, comparé à l'Europe. D'accord ? Si je prends l'entièreté de la Belgique, hommes-femmes confondus, on est dans la tranche d'âge 55-64 ans, de l'ordre de 45% des gens qui sont actifs. D'accord ? Si je regarde en Europe ce qui se passe, on est à 55%. D'accord ? Ces chiffres peuvent être expliqués par l'historique législatif en Belgique, mais donc on se rend compte qu'actuellement en Belgique, le taux d'emploi des plus âgés est trop faible. D'accord ? Derrière, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que les entreprises et la société au sens large a un devoir d'essayer, dans la mesure du possible, de maintenir les gens au travail le plus longtemps possible. Pourquoi ? Pour qu'ils participent à la société et aussi qu'ils puissent continuer à payer des cotisations sociales et, je dirais, du précompte professionnel pour faire tourner l'État. Parallèlement à ça, vous parliez de préjugés qu'on a sur les collaborateurs plus âgés. Un premier préjugé est qu'ils coûtent trop cher. Oui, effectivement, c'est encore le système en Belgique. Bien souvent, au plus j'avance en âge, au plus je vais gagner. Mais l'intérêt de ce modèle de l'expérience at work est justement que la société mère, donc la société qui prête le collaborateur, finance les coûts partiellement du salaire du collaborateur par la société qui va reprendre le collaborateur. Premier élément, premier préjugé. Un deuxième préjugé qui est de dire que les collaborateurs plus âgés perdent en motivation. Ce modèle étant basé sur quelque chose de volontaire pour le collaborateur, et on l'a vu dans le petit film aussi, on se rend compte que je suis volontaire, je le fais, et ça augmente ma motivation dans mon nouveau travail, ma nouvelle fonction. Donc voilà, ces deux préjugés peuvent être pas totalement effacé, mais en tout cas, on peut travailler sur ces préjugés via ce modèle. Ok, World Band, tu zelf? Je ne suis pas encore, non. Non, non, non. Heb je interesse voor de toekomst? J'ai encore 10 ans devant moi avant d'être dans la tranche de 55 ans, donc merci de me vieillir, Frédéric. Si vous voulez bien me laisser encore quelques années pour y réfléchir. Mais je pense que le modèle est intéressant, oui, tout à fait, parce que peut-être quand on a travaillé pendant très très longtemps dans des sociétés de profit, on a peut-être à un moment donné envie de, pourquoi pas, mettre son expérience dans autre chose qui profite peut-être plus à la société, avec un grand S, co-société avec een petit S. Dus ik heb berekend, u bent 45. Tout à fait. Goed zo. Tof. Ja, Jan, Proximus is een van de stichters van Experience at Work. Wat is de win voor Proximus? Ik denk bij Proximus trachten we doorheen gans de loopbaan, dus van starters tot zij die het bedrijf verlaten, eigenlijk een loopbaanbeleid op te bouwen waar we samen met de werknemer een stukje gemeenschappelijke verantwoordelijkheid opnemen om employable, beweeglijk te blijven. Dat betekent zinvol werk, maar dat betekent ook bijleren. We bieden daar kansen voor in de zin van jobmobiliteit binnen het bedrijf, opleidingen, projecten doen. Maar anderzijds verwachten we eigenlijk ook van de medewerker dat hij of zij daar een stukje in investeert en zelf ook verantwoordelijkheid op neemt en keuzes maakt. En in die zin, voor de groep 55-plus, zijn er ook een aantal keuzes. En aan die menukaart hebben we eigenlijk Experience at Work toegevoegd. Experience at Work geeft als voordeel eigenlijk... Mensen verlaten niet graag Proximus. Het is een goede werkgever, maar er zitten ook, zoals Hans reeds aangaf, een aantal materiële voorwaarden aan lid te zijn of medewerker te zijn. Die barrière wordt door Experience at Work weggewerkt eigenlijk. Maar anderzijds zit er ook dat element van keuze in. Dus een keuze om eventueel deeltijds minder te gaan werken. Je kan uiteraard ook nog opleiding en andere jobs gaan doen. Maar je kan ook die andere job buiten Proximus gaan doen. Dat stuk keuze, motivatie, is voor ons wel heel belangrijk. Dat mensen die keuze zelf maken eigenlijk. Want zonder keuze denk ik dat er weinig zinvol werk ontstaat vaak. In die zin is het ook een alternatief voor vervroegde vertrekleerlingen, SWT en andere opties die er ook zijn. En die ook dure opties zijn. En in die zin niet noodzakelijk veel betere alternatieven financieel dan dit alternatief zijn. SWT is de oude naam van brugpensioen. Hè? De nieuwe naam van brugpensioen. De nieuwe naam, sorry, de nieuwe naam. Brugpensioen is de oude naam. Ja, voilà. Donc SWT, c'est pré-pension, c'est ce qu'on appelait avant, la pré-pension. Hoeveel medewerkers van Proximus werden uitgeleend? Vandaag eigenlijk nog maar een tweetal. Zes ondertussen. Zes. Voilà, dus we zijn aan het stijgen dit jaar. Inge weet van alles. Ja, maar Inge doet het ook fantastisch. Maar een van de mensen die teruggekeerd is, is ook iemand van ons eigenlijk. Ils étaient tellement heureux chez Proximus, c'est impossible d'être heureux ailleurs. Maar ik denk het goede nieuws is in veiligheid iets anders gaan doen en zien dat het gras misschien toch minder groen is en met die ervaring terugkomen op een meer gemotiveerde manier was eigenlijk toch ook wel een leuke ervaring in dat traject. Ok, on parlait de SWT, donc ce qu'on appelait la pré-pension, de brugpensioen. Brugpensioen, on peut faire un calcul, ça coûte combien? Experience at Work, ça coûte combien? SWT ou brugpensioen ou pré-pension? Alors, ici, on a préparé une petite simulation qui permet de se rendre compte du coût que représente d'un côté la mise à la pré-pension. Je vais utiliser ce terme-là, c'est plus le terme correct, on est bien d'accord, mais je vais utiliser ce terme-là, tout le monde le connaît. Quel est le coût de la mise à la pré-pension d'un collaborateur, d'un côté, et de l'autre côté, si je détache mon collaborateur de ma société vers une autre société, que celle-ci finance une partie des coûts salariaux de mon collaborateur, dans la balance, quel serait éventuellement le système le plus intéressant? Alors effectivement, plutôt que de renvoyer à la maison les collaborateurs en utilisant ce système de SWT, dans l'exemple ici, prenons un collaborateur de 55 ans qui a 30 ans d'ancienneté dans son entreprise. Il serait éligible à prendre sa pension normale à 63 ans. Si je regarde la partie de droite, avec la SWT, il faut que je licencie à un moment donné le collaborateur. Dans cet exemple-ci, je pourrais le faire. Les règles sont changeantes actuellement, mais on ne va pas entrer dans le détail des règles actuelles. Je devrais licencier le collaborateur à l'âge de 69 ans et lui payer une indemnité de rupture de contrat de 36 mois, grosso modo. Ensuite, 59 ans, hein, pas 69. Pardon, 59 ans. Quand même. La pension oui, à 69 ans... Je l'ai veillé, il malheureux. Ça, c'est un premier élément, ce sont les 36 mois d'indemnité que j'ai à payer en tant qu'entreprise. Deuxième élément, je vais aller lui payer un complément à ses allocations de chômage. Ici, dans l'exemple que nous avons estimé, vous le voyez tout en dessous, à 530 € par mois, que je multiplie par le nombre d'années qu'il aura encore à recevoir ce montant jusqu'à l'âge de la pension. Ça représente par rapport à son annuel, c'est 530 € si on a un annuel de 60 000 €. Grosso modo, 1,32 mois de salaire de complément que je multiplie par les 8 ans de pré-pension. Okay, donc on arrive à 46,6 mois à financer par l'organisation, grosso modo. Et souhaité. Voilà, tout à fait. De l'autre côté, si j'envoie mon collaborateur dans une autre organisation, dans l'exemple, l'autre organisation va financer les coûts de mon collaborateur de l'ordre de 60% et moi, entreprise mère, je vais continuer à le financer de l'ordre de 40%. C'est 67, 30, c'est combien ? C'est 60-40. 40 pour l'entreprise d'origine et 60 pour l'entreprise qui accueille le collaborateur. Si on multiplie ça par le nombre d'années qui lui reste jusqu'au moment où il pourra prendre sa pension, 63 ans, ici en l'occurrence dans l'exemple, on devra financer en tant qu'entreprise 38,4 mois de salaire. Donc on se rend compte dans la balance que finalement, ce modèle permet d'arriver à un équilibre entre un licenciement pur et de se retrouver face à quelqu'un qui ne participe plus à la sécurité sociale, aux finances, etc., et qui reste actif aussi dans la société. Oké, bedankt voor deze uitleg. Katlijne, u bent de overheid vandaag. U bent dus lid van het kabinet van Chris Peters, minister van Werk. Wat is de mening van de minister van het kabinet over Experience at Work? Zij willen de vervroegde toetreding vermijden meer en meer. De uittredingen, sorry. De vervroegde uittredingen. Toetredingen meer. De vervroegde uittredingen vermijden. Ja, ik zou zeggen, ik kan eigenlijk onmiddellijk een brugje maken met hetgeen wat Mark daarnet ook zei. Hè. Dus we zitten met een ongelooflijke uitdaging met het feit dat onze uittredenleeftijd te hoog, veel te vroeg ligt ten opzichte van het Europees gemiddelde. En we hebben daar wel wat uitdagingen. En dat is hetgeen wat ook in het regeerakkoord stond, dat we rond activeringsbeleid moeten werken. En zoals dat je voelt, zijn er al verschillende dingen gebeurd. Het eerste en vooral, en dat is heel snel gebeurd, is het optrekken van de pensioenleeftijd. Nu, als je aan mensen vraagt om langer te werken, dan moet je ze ook helpen om dat te kunnen. En dan zijn er verschillende maatregelen al gekomen en sommige die zitten nog in de pipeline. Ik denk aan reïntegratie bevorderende maatregelen. Ik denk ook aan heel het experimenten, maar ook de wet werkbaar wendbaar werk, waarin dat rond zuurstof in een loopbaan wel wat maatregelen zijn genomen. Dus het activeringsbeleid is een belangrijke. Ik zou zeggen, de laatste slide die getoond was, waarin de, Mark de berekening maakte van enerzijds Experience at Work, wat een fantastisch positief resultaat is, maar ook een positief mentaal resultaat voor werknemer en werkgever, heb je het verhaal van SWT. En daarnaast zou je eigenlijk ook nog een bijkomend verhaal van vervroegd vertrek kunnen vertellen. Dat is iets wat heel actueel is geweest de afgelopen maanden. We hebben daar ook heel veel vragen over gekregen. En vooral, hoe ga je nu een activeringsbeleid promoten als je eigenlijk ook toelaat dat mensen betaald thuis kunnen zitten. Hè? Dat is altijd hetgeen wat heel snel kort door de bocht wordt meegegeven. Maar daarvan wil ik al meegeven, omdat daar vaak wat foute verhalen rond circuleren. Het is wel zo dat er ook wordt gekeken naar de mate waarin dat werkgevers inzetten op vorming en duurzame inzetbaarheid. Met andere woorden, als een werkgever die persoon die vervroegd vertrekt aanbiedt en wat dat voor alle duidelijkheid vrijwillig is, ik denk in dit geval Experience at Work ook, wordt ook gekeken wat doet een werkgever in zaken training, development, ontwikkeling, ondersteuning en zo meer. Dus de bijdrage die dan de overheid zou vragen aan de werkgever, wordt dan ook verminderd. Hè. Dus om maar mee te geven dat duurzame inzetbaarheid heel belangrijk is. Waarom? We zitten met een heel paradoxaal gegeven in onze huidige werkwereld. We vragen aan mensen om langer te werken, maar heel veel cycli, kijkt vooral naar de bankensector, zijn disruptief en heel kort. Dat is iets heel bijzonders. Hè. Dus we vragen om langer te werken, maar de processen worden veel korter. Dus je moet daar wel op inspelen. En een tweede aspect is, ja, daaraan gekoppeld, is de Future of Work. We zijn momenteel ook, volgende week gaan we naar de ILO daar ook over spreken. Wat doet die digitalisering met onze wereld? En ik denk dat dat ook heel fel ook in dit verhaal past. Wat doe je met de oudere werknemers en hun inzetbaarheid? Iets wat ik heel erg heb gehoord doorheen de uiteenzetting van de academici, is ook de rol van iedereen. Hè. Iedereen heeft zijn rol, daarin het individu, de oude werkgever, de nieuwe werkgever en dan heel specifiek de leidinggevende. Wel, als we naar de sleutel van duurzame inzetbaarheid kijken, dan komen we altijd uit op vorming. Altijd. En een veilig leerklimaat. En dat veilig leerklimaat, dat is iets wat dat ook in Experience at Work eigenlijk ook aan bod komt. In welke mate is het veilig voor die werknemer om die stap te zetten? En hoe wordt hij opgeleid, ontvangen? Hoe wordt hij eigenlijk in een nieuwe omgeving opgevangen? En dat is iets waar dat meer en meer organisaties zullen op inzetten en waar de overheid ook extra heeft op ingezet. Het KB-vorming is ook nu momenteel bij de Raad van State. Dus je zou kunnen zeggen, we gaan het ook een stuk we gaan verplichten, die opleidingsdoelstellingen. Maar anderzijds, ja, we moeten ook gewoon. Hè. We moeten ook iedereen helpen om in die vormingsmodus te gaan. Dus... wat ik ook nog wel wil meegeven, dus de minister vindt dit een ongelooflijk goed initiatief. We zijn voor experimenten. Experimenten helpen om van bottom-up zaken te doen werken. En je moet inderdaad niet altijd wachten op een wetgevend kader om zaken te doen. Maar we zijn ons ook bewust van het feit dat hier heel veel grote organisaties zitten en dat er inderdaad veel moeilijker is om voor KMO's en misschien daarvoor niet de facto, maar minder HR-mature bedrijven hier in dit verhaal mee te krijgen. En daar, denk ik, hebben wij ook nog werk mee. Voilà, donc difficile d'amener dans le projet des plus petites entreprises. Vous y travaillez. Ja, inderdaad. En dat is inderdaad de richting die we naar de toekomst zeker willen uitgaan. We zijn gestart met enkele bedrijven die er echt in geloofden en die dat wouden opstarten. Maar we staan open voor andere bedrijven. En dat kunnen inderdaad Alers is toegetreden, Arcadis. Dat zijn ook niet de heel grote bedrijven. Dus, en dat gaat dan over heel weinig mensen voor hen. Maar voor die mensen is het een oplossing. Dus het is echt wel de bedoeling om het ook open te stellen voor kleinere organisaties. Voilà, on va d'ailleurs interroger Heidi dans un instant, qui fait partie d'un bureau de Revisora qui n'est pas un énorme bureau, donc la preuve que ça peut marcher aussi. Mais donc, on va d'abord chez Marianne de la Fondation Menuhin. Vous pouvez nous rejoindre. Hein. On le fait de... On va mettre la lumière là-bas, je pense. On va mettre la lumière, vous pouvez rester là-bas, comme ça, vous êtes bien installés. On va vous amener un petit apéritif, tranquille. Vous préférez quoi, Cuba Libre ou... Il est quand même déjà 10h20, hein. On va la jouer cool. Donc vous avez engagé quelqu'un chez Menuhin, chez KBC, une collaboratrice qui s'appelle Marina, je pense, et elle est heureuse d'avoir quitté KBC pour travailler avec vous. Bah, déjà, travailler avec vous, à mon avis, ça doit être sympa. Ça dépend. Hein. Je pense qu'elle est contente, mais on verra au fur et à mesure. Mais en tout cas, elle est là depuis combien de temps? Elle est là depuis le mois de mai. Elle nous a déjà apporté énormément de choses, en fait, et donc elle vient directement de la KBC. Elle a beaucoup travaillé à la KBC, je pense, à l'élaboration aussi d'Experience at Work et à travers la plateforme Minerva de la KBC. Et elle a aussi une belle expérience de Corporate Social Responsibility. Et je pense qu'elle nous amène vraiment... énormément de choses au niveau de la planification à long terme et au niveau de découverte de nouvelles façons de faire des recherches de fonds pour la Fondation Menuhin aussi. Parce que nous sommes présents depuis 25 ans, donc en Belgique, mais également en Europe, dans 12 pays, avec un projet d'inclusion sociale des enfants à travers l'art à l'école primaire tout au long de l'année. Et donc, en fait, nous sommes un peu très souvent dans les petites organisations telles que la nôtre, parce que nous sommes le secrétariat européen de ce réseau. Il y a combien de personnes qui travaillent chez vous? Donc, chez nous, on est deux salariés. Marina maintenant, un bénévole que je vous entendais parler des seniors. En fait, il est encore plus que senior parce qu'il est à la pension et c'est celui qui s'occupe de nos finances, qui a été directeur financier dans un grand groupe et qui maintenant est à la retraite et qui travaille chez nous bénévolement. Donc, on a en fait un peu tous les âges. On a aussi des stagiaires régulièrement qui viennent d'écoles de marketing et de communication. On a des jeunes, on a des moyens, médiums si on va dire. Et puis, on a également des personnes à la pension. Donc, c'est transversal. Générationnel. Mais donc, Marina est satisfaite pour l'instant et vous êtes satisfaite de Marina? Je suis très contente parce que Marina vient d'une d'une formation internationale également. Elle est japonaise, elle parle l'italien, le français, le néerlandais, l'anglais magnifiquement. Elle a des notions très, très approfondies en espagnol et en allemand. Bref, chez nous, c'est vraiment tout à fait bien. D'ailleurs, je l'ai prise la semaine passée avec moi pour un voyage en Italie, pour rencontrer les 150 artistes qui travaillent dans 16 villes en Italie. Et elle a pu communiquer avec tout le monde, évidemment. Donc, je pense que c'est gratifiant pour elle. C'est gratifiant pour nous aussi, parce qu'elle amène de la structure, de la planification, de la solidité qui peut-être nous manque à nous dans le secteur culturel, parce que nous sommes toujours un peu le nez sur le guidon, comme on dit. Voilà, hoeveel mensen zijn tewerkgesteld bij KBC? Bij KBC, ja, hoeveel mensen werken voor KBC? In België zijn we met ongeveer 14.000 en wereldwijd met meer dan 40.000. Oké, maar 14.000 in België. 14 000 en Belgique et maintenant elle travaille avec 3 personnes, donc c'est vrai que c'est un petit changement. C'est un gros changement. Il y a quand même 13 997 personnes en moins. Voilà. Heidi, u bent iemand die uitgeleend werd. U werkte voor Proximus? Ik werkte voor Proximus, ja. Voilà. En nu werkt u voor een klein bureau in Leuven, voor een revisorbureau? Ik werk voor een revisorenbureau, ja. In Leuven, dus een kleine onderneming. Wij zijn met 3. Met 3 ook. Een groot verschil tussen Proximus en uw bureau in Leuven. En wat is de situatie voor u? Is dat iets positiefs? Voor mij is het heel positief. Ik heb heel in het begin gehoord van Experience at Work. Ik vond dat een heel goed platform, een heel goed idee. En ik ben blij dat ik die stap gezet heb en dat ik die kans ook gekregen heb om het te doen. Voor mij de basis lag niet zozeer in het salaris mogen behouden. Maar dat is wel het geval, hè? Ja, ja, ik mag mijn salaris behouden, dus die rust... Bedrijfsauto, gsm? Geen bedrijfsauto, die heb ik nooit gehad. Dus, maar de gsm wel, de laptop wel, dus dat had ik allemaal gehouden. Voilà. Maar het idee bij mij was vooral van, ik heb een nieuwe uitdaging nodig. En ik zoek rust en stilte. In de torens werken op dit ogenblik enkele duizenden mensen op open platformen. Dus je vindt nooit stilte. Altijd is er wel ergens gebabbel en geroezemoes. Dus ik had dat nodig. Ik kon wel 2 dagen per week thuis werken, maar op het einde is dat niet voldoende voor mij geweest. Mm-hmm. Dus die stap naar Leuven, naar een klein bureau, was voor mij rust in het hoofd. Oké. Okay. Rust. En dus u werkt in Leuven. U woont in Leuven ook? Ik woon in Rotselaar, ja. Dus bij Leuven? Dicht bij Leuven, maar toch nog altijd het openbaar vervoer. Hoewel, als het nodig is, kan ik met de wagen gaan rijden. Dus ja, dat is voor mij ook mooi meegenomen. Dus het blijven daar blijven, u komt niet naar Proximus terug? Tenzij force majeure. Ik bedoel, never say never. Maar het is in elk geval niet mijn bedoeling om terug te komen. Dus ik ben gelukkig waar ik ben. Ik ben blij waar ik... En ik hoop daar te kunnen blijven, inderdaad. Oké, belle expérience, hein, Inge, c'est évidemment positif. Maar ja, we hadden het over duurzaam eindloopbanen, maar is het ook toepasbaar voor niet-eindloopbanen, Experience at Work? Ja, daar is geen studie over gegaan. Nee. Maar er zijn inderdaad initiatieven die... ik denk co-sourcing is redelijk hip in de HR-wereld. En er zijn initiatieven waarbij bedrijven zeggen het zou interessant kunnen zijn om medewerkers uit te wisselen met andere bedrijven. Typisch voorbeeld van de ijsjesfabrikant die een piek heeft in de zomer en de chocoladefabrikant die een piek heeft van Sinterklaas tot Pasen. Donc on parle ici de prêt qui ne serait pas définitif. On prêterait l'employé pendant un moment et puis il revient. Oui. En daar, ja, dan heb je eigenlijk medewerkers die bijvoorbeeld 6 maanden ergens werken en 6 maanden elders. Of op verschillende schommelingen qua werkvolumes. Ja. Die initiatieven die komen er ook. Sintra West-Vlaanderen is daar nu mee bezig. Er zijn initiatieven. Bij de POM wil daar nu een oproep lanceren voor projecten om te zien of dat die interesse daar effectief is. Ik denk dat wij het voordeel hebben dat wij als einde loopbaan werken, omdat de medewerker uiteindelijk een 4e loopbaan aangaat. Die gaat een 4e loopbaantraject aan tot aan zijn pensioen. Ik denk bij de, dat is persoonlijk, bij het uitwisselen van medewerkers bij die werkvolumeschommelingen, dat werkgevers nog te veel het idee hebben van het is mijn werknemer. Mm-hmm. En oké, ik heb nu een daling in mijn werkvolume, maar ga ik die medewerker kunnen terugkrijgen als ik weer een piek heb in mijn werkvolume? En ik voel dat werkgevers daar, of dat de cultuur daar misschien nog niet volledig rijp is, om dat al effectief echt te lanceren op de Belgische arbeidsmarkt. Maar de initiatieven zijn er en zijn mooi om te zien. Maar het gaat een beetje kijken zijn van in hoeverre gaat dat effectief slagen. Voilà, vous allez en tout cas travailler encore sur ce sujet un peu plus longtemps. Ja, we zijn bijna aan het einde gekomen. Annette, ja, als voorzitter van de Raad van Bestuur zult u het slotwoord krijgen. Ja, de toekomst. Hoe ziet u de toekomst van Experience at Work binnen 2 à 5 jaar? Experience at Work is een organisatie die geen winst wil maken en we willen dat ook zo houden. De organisaties die zich achter Experience at Work geschaald hebben, AXA, Proximus, KBC, geloven heel erg in het project en we zijn eigenlijk heel blij dat we die tractie gekregen hebben die we nu hebben. Jullie hebben vandaag gehoord, we zijn klein begonnen. We hebben ons vooral gefocust op de Vlaamse markt en eigenlijk op de non-profit sector. Maar we hebben ook heel wat ambities naar de toekomst toe. En daar hoort onder andere bij dat wij graag willen uitbreiden naar Wallonië toe. We krijgen heel veel vragen ook van Franstalige organisaties die willen meedoen. En daar zullen we zeker ook in de toekomst meer op inspelen. Een ander aspect dat we zeker ook verder onder de loep zullen nemen, is ook de vraag die we hier verschillende keren gehoord hebben. Je hebt daar ook over gesproken, dichter bij thuis kunnen werken. En daar denken we dat we kansen hebben, ook in de profitsector. We hebben heel veel gesproken over kleine ondernemingen die eigenlijk geïnteresseerd zouden moeten zijn in dat concept, maar die er nog niet in zitten. En wij denken dat we ons eigenlijk meer kunnen toespitsen op regionale opportuniteiten. We weten ook dat bedrijven die regionaal actief zijn, heel dikwijls problemen hebben om goede werkkrachten te vinden. Omdat ze vooral dan ook niet die gespecialiseerde profielen kunnen krijgen die normaliter ook in Brussel gewerkt hebben, omdat die mensen gewoon meer verdienen. En dat zou wel een mooie ook, opportuniteit zijn om voor ons naar deze markt toe, dus de profitmarkt, toe uit te breiden. We zijn er op dit moment mee bezig. We hebben contacten gelegd met interimkantoren. Die afspraak die we met die interimkantoren maken, is dat zij ons hun vacatures ook ter beschikking stellen en dat wij ook onze kandidaten mee in het traject mogen enigszins meegeven. Uiteraard houdt het interimkantoor zijn fee, wat voor hen heel erg belangrijk is, maar ze zijn ook bereid om onze kandidaten mee te nemen. Dus ik denk, jullie kunnen nog heel wat verwachten en we zouden uiteraard ook het fijn vinden als jullie in de toekomst aan deze actie, aan deze organisatie zouden meewerken. Voor ons is dat ook zeer belangrijk, omdat we eigenlijk hopen dat binnen een paar jaar we niet meer een evenement zoals vandaag moeten hebben, maar dat we eigenlijk over Experience at Work als een mainstream actie zullen kunnen spreken. Ja? Ik wil jullie ook ten slotte meegeven dat, dat wat we gedaan hebben niet alleen in België opgemerkt is geweest, maar ook in andere landen. We hebben in de tussentijd al contacten gelegd met Spanje en Portugal, die ook heel erg geïnteresseerd zijn in dit initiatief. En morgen vertrekt Inge naar Argentinië. Morgen. Yes. We waren alle heel erg jaloers, we hadden graag meegewild om ook het project in Argentinië voor te stellen. Voilà, et pour ne pas que vous soyez dépaysés, on vous a même prévu un petit maillot pour les avertir que c'est signé par Eden Hazard, pour les avertir qu'on va les battre en finale de la Coupe du Monde au mois de juillet. Annoncez-leur déjà la bonne nouvelle. C'est très gentil. Beau maillot de l'Argentine. Hein. C'est celui de Diego Maradona, il y a un peu de cocaïne dessus, faites attention. Ne respirez pas trop fort. Okay. Voilà, misschien hebben wij vragen via webinar ontvangen. Peut-être vous avez une ou deux questions dans la salle. On a encore 5-6 minutes. We zijn een beetje laat, maar het is niet zo erg. Inge, on peut avoir une ou deux questions dans la salle. Peut-être des questions Else et Oriane via webinar. Moi, en tout cas, j'ai encore certainement une question. In de zaal is alles zo duidelijk dat er geen vraag is. Ça, c'est super. Alors, tout le monde doit aller travailler. Eén vraag daar. Aan de achterkant van de zaal. Ik ga eventjes de micro brengen. Voilà, Inge fait tout. Hein. Elle s'entraîne déjà pour l'Argentine. Voilà. Un petit jogging. Voilà. Voilà, ouais, après respirer le maillot, vous êtes en forme. Ik vroeg mij gewoon af, naar vakbonden toe, dat jullie het project positioneren. Ik kan me inbeelden dat ze misschien soms liever een brugpensioenregeling hebben dan een Experience at Work project. L'avis des syndicats, effectivement, qui veut répondre à cela. Ik kan antwoorden daarop. Bij KBC zijn we heel erg transparant geweest. Wij hebben aan onze vakbonden ook het initiatief voorgesteld. En onze vakbonden zijn heel erg enthousiast over het initiatief, omdat het ook geen verplicht initiatief is. Het is een alternatief. En ik denk dat hebben we ook verschillende keren hier aangehaald, dat naast andere alternatieven staat. Omdat je kan ook geen mensen dwingen om hun geluk ergens anders te zoeken. En als je dat zo positioneert bij de vakbonden, dan denk ik dat je alleen applaus kan krijgen en dat je niet moet vrezen dat je eigenlijk met hen in een grote discussie kan gaan. Maar misschien kan Jan nog een keer iets vertellen hoe het bij Proximus aan de hand is geweest. Eigenlijk Inge heel goed geplaatst is, want recent hebben we nog een promotieronde binnen het bedrijf gedaan en een van de stakeholders bij ons is ook de vakbonden. En ik denk dat we een paar vragen gekregen hebben, Inge, rond ja, wat is nu de return on investment eigenlijk van het geld dat Proximus hier investeert als founding partners, maar vanuit het idee van vrijwilligheid, naast de andere dingen die we doen, was die discussie eigenlijk vrij vlug opgelost. Ik weet niet of jij daar nog iets wil aan toevoegen? Ja, ik denk vooral in het begin, toen we het project lanceerden, was het belangrijk voor de vakbonden om te weten van, is dit op vrijwillige basis en verliezen de mensen iets? Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste elementen voor de vakorganisaties. Voilà, donc les syndicats ont l'air satisfaits. Niemand vanuit de vakbonden hier in de zaal? Normaal gezien ging Vic Hermans hier ook zijn, maar ik zie hem niet. Nee, hij volgt misschien via webinars. Maar... Voilà. Een tweede vraag. Oui, ik kom naar u toe. Voilà. Dank u wel. Ik ben afkomstig van een NGO, dus uit die non-profit. Ik vroeg me af of jullie ook onderzoek hebben gedaan naar de impact... op die organisaties die dan mensen ontvangen. Ik zie bijvoorbeeld 1111 uit onze sector. Ik kan me voorstellen dat daar toch, om één voorbeeld te noemen, een groot verschil zit op de lonen van de vaste medewerkers van 11 en de persoon die dan uitgeleend wordt. Hebben jullie ervaringen van collega's? Hoe wordt daarop gereageerd? Wat is de impact op zo'n ontvangende organisatie? Bij bepaalde organisaties is dat inderdaad de vraag van oei, zou ik dat wel doen, want ik breng een dure medewerker naast mijn andere medewerkers. Tot op heden heeft dat eigenlijk nog niet echt voor problemen gezorgd. Wij gaan natuurlijk niet aan onze mensen zeggen van schreeuw het van de daken hoeveel je hier nu verdient. Wees daar uiteraard een beetje... allez, spreek daar niet veel over. Maar op zich heeft dat tot op heden nog niet voor problemen gezorgd. Nee. Ja, geen studie, maar ja. Er is nog een microfoon hier, speciaal voor u, David. Dank je wel. Ik denk dat het ook gewoon... Ik heb gewoon daar een observatie op te maken... Nu, medewerkers die instappen in zo'n project, die hebben meestal een dubbele identiteit, om het zo te zeggen. Je hebt de identiteit van de nieuwe organisatie en de identiteit van de oude organisatie. En door collega's, de beperkte uitspraak dat ik erover kan doen, want ik heb alleen maar interviews gedaan met medewerkers en leidinggevenden. Collega's percipiëren ook meestal die dubbele identiteit. En er lijkt geen onfair gedachte rond te zijn dat het oneerlijk is dat die een bepaald loonpakket houden. Meestal worden bepaalde dingen zelfs gecompenseerd in andere delen van het loonpakket. Ik bedoel, als het over vakantiedagen gaat, hebben sommige organisaties het beter in de non-profit sector dan in een profit sector. Dus ik denk dat dat een heel genuanceerd verhaal is. Maar het is inderdaad wel een belangrijke vraag om daar ook naar te kijken, want dat is geen ingreep dat in een vacuüm plaatsvindt. Het zou interessant zijn om eens onderzoek te doen naar collegiale reacties erop. Voilà, encore du travail pour les chercheurs. Tant mieux. Hein. Voilà, une dernière question. Ja, Rechter, laatste vraag. Inge, we zijn bijna op tijd. Allee, 10 minuten te laat, maar dat is niks. We zijn ook later begonnen. Hè. Dus dat klopt. Ik had een vraag voor Katelijne. Ik ben zelf jurist en ik vind het een heel boeiend project. En ik wou vragen, of ik had gehoopt daar een antwoord op te krijgen, of er de intentie is van de overheid om wetgevend initiatief te nemen. Om dit project, dat wel heel mooie intenties heeft, juridisch misschien, wat een makkelijker kader te geven. Donc, je traduis vite la question à Kathleen. Apparemment, vous vous connaissez. Gewoon, of de intentie juridisch is voldoende, maar... Donc, est-ce que le ministre ou l'autorité pourrait prendre un cadre législatif pour faciliter encore ce genre d'expérience et ce genre d'aventure, expérience et work? Est-ce que Chris Peters va légiférer avec le Parlement? Ja, inderdaad, we zijn niet alleen. Hè. Er is een hele regering die... C'est vrai, il y a plusieurs partis. Ja. Ah bon? Kunnen we het niet alleen? En plus, il y a les Catalans maintenant. Er zijn de Catalanen erbij. Ja, ik denk dat de verschillende... Eigenlijk gaat het allemaal rond transitie. En de beleidsnota ELS komt er binnenkort aan. Wordt 28 november gepresenteerd. Dan gaat het helemaal kunnen lezen. Wordt er ook heel hard ingezet op transitievergoeding. Dit is een vorm van transitie. Dus eigenlijk alles wat het, transitie bevorderend is, zal nog proberen in 2018, want we weten allemaal, vanaf 2018 komen wij ook in een soort van transitie, maar gaan we wel proberen nog uit te zetten, of althans de basis, de basics al klaar te zetten voor de volgende legislatuur. Maar daarin zal dit ook plaatsvinden. Maar ja, om dan te zeggen dat minister Peters morgen Experience at Work een wetgevend kader zal geven, as such, met de naam en toenaam, of Bridge to Work, dat is een andere... Heel leuk en goed initiatief. Het gaat dan meer gaan over de grote... het enablen zal daarin belangrijk zijn. En ik denk dat de grote lijnen wel mee in het transitiebeleid van de minister zitten. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Okay. Voilà, voilà. Inge, slotwoorden? Ik denk dat we inderdaad gaan moeten afsluiten. Als er nog vragen zijn, dat is dan het voordeel voor de mensen die hier zijn. Die kunnen dat straks tijdens de netwerkingdrink nog aan ons stellen. Dus ik wil graag iedereen bedanken die hier meegedaan heeft aan dit panelgesprek. We doen dat ook niet met een truitje, maar met iets zoets. Voilà, dan nodig ik jullie graag allemaal nog uit, hier beneden, waar jullie daarnet het ontbijt genomen hebben voor een drink achteraf. Merci à tous.